gelijk ook maar alles klaarleggen voor naar het ziekenhuis. We gaan gelijk onze adventskalenders doen. Nu gaan we naar het ziekenhuis. Nou komt de waarheid volgende aflevering naar boven. Oh, we zitten er zo in. Oh, echt. Ik ben gewoon helemaal... Goedemorgen, het is woensdag. En ik mis nog steeds. Ja. Ja, maar er is niks in man. Zeg, het is naar school en dan doen we even lunch thuis en dan gaan we naar het ziekenhuis. Want ze heeft natuurlijk elke keer de oren die ontsteken, de oorlellen. Maar het is met echte oorbellen, geen troep oorbelletjes of zo. Dus we gaan naar de dermatoloog. We konden niet naar de allergoloog, want daarvoor zou ze een snellere, acutere reactie moeten krijgen. En die heeft ze niet. Dit duurt 2-3 weken en dan wordt het opeens heel snel de reactie. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij gaat zeggen. Dus als ze op school is, moet ik ook even alle spullen bij elkaar pakken. En nu stop ik even nog een paar druifjes in mijn mond. Het is altijd of druifjes of bananen, maar ik was de bananen op een gegeven moment even helemaal zat. Dat is mijn ontbijt deel 1, omdat ik niet heel veel kan ontbijten als ik net wakker ben. En dan ga ik over een half uurtje of over een uurtje verder. Oké, het serra is weer vol. En ik ben niet lekker naar bed uitgekomen vandaag. Ik heb er een beetje moeite mee. Maar zoals serra al vertelde en ik ook... we moeten vanmiddag naar het ziekenhuis, Sarah. En ik heb geen idee hoe lang dat gaat duren. Dus in ieder geval zorgen dat het eten helemaal klaar staat. Dat als ik aan de late kant ben, dan kan ik het in ieder geval gelijk opzetten. En ben ik nog later kan Marco het vast opzetten. Dat scheelt in ieder geval. Oh, het liefst zou ik mijn bed in gaan. Ik heb weer zo verschrikkelijk slecht geslapen. Echt, 2-3 uurtjes heb geslapen is het veel. Gelijk ook maar alles klaarleggen voor naar het ziekenhuis. Dan weet ik zeker dat ik alles heb. Ik vind het zo grappig. Dan krijg je eerst de verwijzing alles digitaal. Dan krijg je gewoon een nummer per e-mail. Want dat is papiervrij. En dat krijg je van de huisarts. En dan stuurt het ziekenhuis vervolgens allemaal formulieren. Op papier die je dan mee moet nemen. Ja, dan gaat het echt zijn doel voorbij. Dan zet je dat toch ook op de e-mail, lijkt mij. Maar goed. Die moeten we maken. Die heb ik. Die heb ik standaard bij me. Niet van toepassing. En die is digitaal gegaan. Oké, dan heb ik dat in ieder geval klaar. Ik mag de deur uit om zelf te gaan halen op school. Maar wat ik nog even ga doen, ik moet over 2 minuten weg. Als ik afspraken heb en bang ben dat ik de tijd vergeet, dan zet ik even een alarm. En dan gaat hij af, want we hebben heel even een gat nog tussendoor, zeg maar. Dus dan gaan ze even lunchen, nog heel even spelen, ligt eraan hoe snel ze eet. En dan pas gaan we de deur uit. De wasmachine staat trouwens ondertussen te draaien en ik heb allemaal was opgeruimd en allemaal dat soort dingen. Ik neem alleen de sleutel met telefoon mee. Als ik er echt alleen hoef op te halen, probeer ik altijd zo min mogelijk mee te nemen. We gaan gelijk onze adventskalenders doen. Je had mijn 2 al gezien. Ja, deze. Oh ja. Mag ik eerst de mijne openen? Doe het tegelijk. Nee, ik wil eerst... Er zit geen chocolaatje in. Oh, dan was die van de gevallen. Dan ga ik zo even kijken. Oh, nou, kijk wat er is. Oh, wat heb ik? Oeh. Weet je wat het is? Dat. Een bruisbal. Dat is lekker. Met een verfrisser. Ik heb een hele lekker bruisbal. Nu gaan we naar het ziekenhuis. Zij vindt het een beetje spannend. Oh, het is handig als je de auto wil starten.
dat je de sleutel gebruikt. Hey, ja. Ik kan zien dat jij chocolaatje op hebt vandaag. Mijn paal 165,2. Zij vindt het een beetje spannend. En die weet niet zo goed wat ze moet verwachten. Maar ja, die is eigenlijk natuurlijk alleen in het ziekenhuis geweest met ongeluk. Verder ben je eigenlijk nooit voor jezelf in het ziekenhuis geweest. Nee. Wij zijn net uit het ziekenhuis. En ik moest van die twee grote pleisters op mijn rug. En eigenlijk wil ik het niet. Nee, het is niet leuk, want ze mag niet heel fanatiek dingen gaan doen. Dus je mag natuurlijk niet transpireren, want dan gaan de pleisters eraf. Wat zijn transpireren? Dus transpireren is zweten. Ze mag niet heel fanatiek buiten gaan spelen. En ik mag niet douchen of in bad? Nee, maar ik mag je wel wassen. Je kan gewoon met een washandje wassen. Alleen die plekken mogen niet te nat worden. Maar ik kan je wel schoon houden. Dat wel. Alleen je mag niet douchen. Dan gaan de pleisters er vanaf. Dus we gaan gelijk na de zwemles. Want dat werkt beter. Maar we moeten tot maandag tot donderdag. Ja, op maandag plakken ze op. Woensdag gaan ze eraf halen en op donderdag worden de plekken bekeken. Ah, kijk hoe schattig deze puppy is. Oh. Wij kijken weer Married at First Sight. En het is één stel. Die is echt heel leuk, maar ze zijn nu uit elkaar en dan moeten ze bedenken wat ze willen. En hij wil ervoor gaan, maar hij wil naar haar verhuizen. En hij wil tijd om zijn dingetjes af te lossen. En zij maakt er zo'n probleem van. En jij snapt het ook niet, hè? Nee, echt. Wij snappen echt niet waarom ze zo moeilijk doet. En daarmee maakt ze zoveel kapot. Echt zonde. Ja, want nu zitten dus twee stelletjes met een ander opeens op de bank. Maar hoe gaan ze dat dan met die ander doen? Oh, echt. Oh, nou komt de waarheid volgende aflevering naar boven. Oh, we zitten er zo in. Oh, heb je ook gezien hoe laat het al is? We hebben het een beetje later gemaakt dan de bedoeling is. Nou, normaal lig jij op bed om deze tijd. Ja? Nee, om deze tijd ga ik naar boven al. En nu zitten we nog voor de twee. Echt, nou, wat er allemaal gebeurde. Echt, sensatie. Sensatie, niet normaal. Oh, echt. Ik ben gewoon helemaal energiek ervan. Marco ook, wij liepen echt, nou. Ik kan het gewoon niet uitleggen als je het niet volgt. Maar er gebeurden zoveel dingen dat je echt elke keer zat van... Hè? Hoe dan? Wat dan? Serieus? Hoe kan je dat doen? Hoe kan je dat zeggen? Nou, echt. Ja, sensatie. Maar goed, ik ga nu lekker naar mijn bed. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei!